Hey yo mensen van een gamekanaal, we zijn weer terug in de niet in de Legend of Zelda, we zijn terug in Metal Gear Rising. Ja, ik heb net de hele tijd Zelda opgenomen, dus zodoende zeg ik dat. Moet ik hier nou naar boven? Ah, zie je wel. Ik wist het, zoiets ligt er niet voor niets. En wat is dit? Wat is dit, man? VR Mission 3 unlocked. Oké. Zie boven iets. Eens kijken, wat is hier boven? Hier is een trap. Een handgranaat. Hierheen. Denk ik. Ah. Kistje! En hierheen. Een beetje verkouden. That woman. I just dodged a bullet. All right, I'm heading for the refinery. Zijn heart rate ging omhoog. Iemand zag een knap meisje. Al weet ik niet eens of ze zo knap was, want het leek net een cyborg. Omhoog. Action. Woehoe! Hoppakee! There was classified data embedded in that hand. It appears that man underwent modification at the Patriot facility, just as you did. Hoe ga ik dit stealth aanpakken? Oh shit! Hoppakee! Kijk! Hop! Wat? Hoe komt dat bloed uit? Wegwezen, stom ding. Daar komen. Mooi.
daar is die andere. Dat lukt me nou nog steeds niet. Een bierrank. Wat een surfpieten. Hier naartoe. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. Oké. Okay. You can engage if you wish. Raiders, the cliff is just ahead at the end of the old city. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No. It was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Okay, seems legit. Op naar de old refinery. Wat de vuurwerk zijn dit? Nee. Hier komen. Oh nee. Hoppakee, wegwezen. To the indicated waypoint. Dolceev and his team must be in here. Find him. Kut, beveilig onze camera's. Dat is één camera minder. Raiden, wait. There are active IR sensors in the area. Part of factory security, no shit. Doubt, but the enemy may be using it. Hoppakee. Opeten maar. Maar goed. Ik hoop dat jullie tot nu toe deze serie wel een beetje leuk vinden. Want de game zelf is echt. Is echt vet. Wat? Waarom werd ik getagd? De game is op zich best wel grof. Weg. Oh. Ik heb nog nooit eerder een Metal Gear game gespeeld. Godzakker. Maar dat neemt niet weg dat ik hem niet vet vind. Wat zijn die gasten sterk? Auw. Die zit daar. Shit. Fuck.
Jou moest ik hebben, sowieso. More classified Patriot information was in that man's holographic memory. Up. Kom op, man! Een ander subwapen. Meen je dit? Ach. Zo, wegwezen. Nee. Ah, attention. Hier naar binnen. To the refinery tower. Ik heb hier geen goed gevoel over. In één keer zijn al die vijanden weg. En daar is dat vrouwke. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dosaev, where is he? I can show you a better time than that, crusty old bear. You're in charge here. I am Mistral, the cold wind of France. And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see, cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family, everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment.
If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Oh, wacht. Ik had mijn microfoon niet aangezet. Kom hier dan. Hup. Oh, wat? Oké, zij heeft mij nou. Oh wacht, een nieuwe battle area. Helaas. Up. Up. Kom hier dan. Helaas, mistress. Of mistress, nee, mistral. Deze refinery, dat is er niet echt veel meer over. Nou, dat denk ik dus niet, mistral. Hup. Up. Up. En we hebben een trofee gewonnen. Woehee. Look out voor de tiny guys of iets dergelijks. Kom hier dan, mistral. Oh nee, mistral, dat deed je niet. Up. 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 Up.
Wegwezen, allemaal kleine rotbeestjes. Nou, dat denk ik dus mooi niet, hè? Oh jee. Up. En Mistral is in mootjes gehakt. Mistral, report! Your vitals are dropping. I lost. Yep. So this is how they felt. What? Dying. Far cause. Wait. No, hold on. I am sorry. He was... Do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What? What is this talk about? Chetem. The Tumonka. Chetem? Mister, you'll never... Not talking to you, idiot. You killed her! You vile nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's over, Dosayev. Surrender. I did two points to get in. Translation? Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. With Russia money to make Russia money. It is no plan for Abkhaz. It is their prison. But now they will be free. Blew himself up. I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. Maar goed jongens, ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik zou zeggen, doe net omhoog. Stop het is je favorieten. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer terug als we verder gaan met Metal Gear Rising. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe!